We waren gewoon lekker rustig een krantje aan het lezen. En eigenlijk van het een of ander moment hoor een hele harde knal. De trein komt wat scheef te staan. Glas dat vliegt door de trein. En ja, dan denk je, het stonk naar rook een beetje. Dus we wilden heel graag snel uit. Ze hadden gelukkig de deuren heel snel open. Dus dat kon ook. En het zou eruit gaan. Aan de andere kant van het ding gesprongen, zoals je wel kan zien aan mijn schoenen. En toen zijn we hier toe gegaan. En heel snel was ik het ambulancepersoneel en zo was het ter plekke. Dus toen hebben ze mensen daarvoor uitgehaald met brancards. En ja, volgens mij is het nu wel aardig rustig daar. Er was een soort hele harde dreun en toen gebeurde er eigenlijk niet zoveel. En toen ging de trein een klein beetje opzij en toen klapte die zeg maar half de berm in. Dus toen ging hij helemaal scheef staan en ja, toen kwamen er allemaal stukken glas en stukken van de wand door de trein heen. En ja, toen was iedereen eerst heel erg geschrokken. En op de duur, nou ja, iedereen probeerde een beetje van zijn plek te komen. Er waren mensen die zaten vast onder de banken en zo. Dus je gaat gelijk eigenlijk uit de reactie met je hoofd naar de grond natuurlijk. Dus dat gebeurde er en er vlogen dingen in het rond, maar geen mensen. Ik heb wel iemand gesproken die wel door de trein is gevlogen, maar dat heb ik niet gezien. We werden allemaal gewoon heel goed geholpen. Bloeddruk is gemeten. Ze hebben even gekeken of voor de rest mijn hartslag goed was en of ik nog volledig helder was en of ik voor de rest nergens pijn had. En ik had alleen een beetje glas in mijn hand, maar dat was er zo uit en toen hebben ze verbonden. Nou, je schrik je even dood en dat duurt even een half uurtje. Het gaat nu weer een stuk beter. Ja.